Dick van der Meulen, welkom in de Boshalte. Tweede aflevering van ons boekenprogramma. Je kan hier helaas niet zijn vanwege de coronamaatregelen, maar we gaan het gewoon netjes zo doen. Dat moet lukken. Je bent de auteur van een biografie over Hendrik Muller. Een Rotterdammer, wereldreiziger, diplomaat. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Is dat gek? Nee, ik moet bekennen dat toen ik met dit boek begon, dat ik er ook eigenlijk nog nooit van hem gehoord had. Dat wil zeggen, ik had gehoord van een fonds. Dat heet het Hendrik Muller's Vaderlandsfonds. Vrienden van mij hadden daar wel eens een beroep op gedaan. Het is een van de talloze mooie culturele fondsen die Nederland heeft. Goed, ik had van het fonds gehoord, maar de naamgever, daar wist ik niks van. En ik werd door dit fonds en door de Universiteit Utrecht benaderd om te vragen of ik daar een biografie over wilde schrijven. En dat vond ik wel spannend, om een boek te gaan schrijven over iemand waar ik eigenlijk ook niks van wist. Ik bedoel, dat is toch gek? Dus het was een soort bijna beredeneerde gok die, wat mij betreft, wel goed is uitgepakt. Want het bleek een ontzettend interessante man te zijn. Maar dat wist ik eigenlijk niet van tevoren. En waarom was Muller een interessante man voor een biografie? Om heel veel redenen. Maar er zijn eigenlijk twee redenen waarom iemand voor een biografie interessant kan zijn. Dat is de persoon. En dat is de tijd waarin hij leefde. En ik had eigenlijk alles mee in dit geval. Hij leefde van 1859 tot 1941. En hij maakte dus een tijdperk mee. Hij is zeker oud geworden voor die tijd. En hij maakte dus een tijdperk mee waarin bijvoorbeeld twee wereldoorlogen vielen. In ieder geval eentje volledig en eentje ging hij dan dood. Maar toch iets wat voor hem heel erg belangrijk zou worden. De Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika, die zat er ook in. Dus dat maakte die tijd interessant. Ja, goed, veel natuurlijk de opkomst van, noem maar wat, vliegtuigen, auto's, alles is in die tijd opgekomen. Ja, en verder was hij zelf wel de moeite waard, omdat hij niet alleen in die tijd leefde, maar ook deelnam aan heel veel gebeurtenissen. Hij heeft eigenlijk in ontzettend veel facetten van die tijd heeft hij een rol gespeeld. In de Boerenoorlog vooral, daar is hij beroemd mee geworden. Maar later is hij ambassadeur geworden in compleet nieuwe landen. Tsjechoslowakije en Roemenië, landen die eigenlijk niet, of in ieder geval die niet bestonden in die vorm. Hij maakte dus ook de ondergang mee van oude keizerrijken, ja, noem maar op. En hij was overal bij. Dus als je over Muller schrijft, schrijf je eigenlijk ook over de tijd waarin hij leefde. Hij speelde er een rol in. Hij was een waarnemer. Ja, in alle opzichten. Ja, goed, ik vond hem zelf ook nog wel een erg interessante man. Hij komt uit een ondernemersfamilie, een befaamde Rotterdamse ondernemersfamilie, weet ik intussen. Hij was voorbestemd eigenlijk in de voetsporen te treden van zijn vader, zakenman te worden. Uiteindelijk is hij dat niet geworden. Het boek begint eigenlijk in Afrika. Oostelijk Afrika, waar hij aan de oevers van de Zanzibar, een belangrijke rivier, daar staat. En hij moet daar zakelijke mogelijkheden voor zijn vader in kaart brengen. Je denkt, dit is het begin van een grote carrière. Maar het loopt heel anders. Hoe komt dat? Aanvankelijk ging hij daar inderdaad wel met die bedoelingen naartoe. En hij heeft ook wel dingen voor die bedrijven van zijn vader en voor andere ondernemers betekent daar aan de Zambezi en ook aan in andere plekken daar, in Mozambique en Zuidelijke Afrika. Maar goed, eigenlijk was het een soort smoes. Hij heeft zijn vader ervan overtuigd en ook enkele geldschieters. Maar ja, jongens, ik moet er naartoe, want als je daar ter plekke bent, dan kun je veel meer betekenen. Maar volgens mij wilde hij gewoon graag reizen. Een leidraad door zijn complete leven is geweest, echt van jongs af aan, is dat hij reisverslaafd was. Hij wilde onderweg zijn. Het was een man, hij trouwde niet, een vrijgezel. Hij was eigenlijk alleen maar op zijn gemak als hij reisde of als hij wist dat hij zou kunnen reizen. Dus hij was een reisverslaafde. Dat maakte natuurlijk ook wel erg interessant. Hij ging dan dus naartoe in rond 1880, een paar jaar nadat David Livingstone, de grote ontdekkingsreiziger, was overleden, dus dat hele Afrika was voor een flink deel nog, was nog onontgonnen. Het was nog terra incognita. Dus in die tijd ging hij er naartoe. Ja, dat was echt motivaat. Hij komt uiteindelijk in Oranje Vrijstaat terecht, in Zuidelijk Afrika, waar hij het opneemt voor de boeren daar. Dat is eigenlijk het belangrijkste, vindt hij zelf, wat hij ooit in zijn leven heeft beleefd. In onze eigen tijdse oog is die belangstelling en die verbondenheid
gevoelsmatige verbondenheid met die boeren vreemd. Waar komt dat bij hem vandaan? Hij was heel conservatief. En dat is eigenlijk gek. Als je zijn standpunten bekijkt, dan ook voor zijn tijd was hij ja, vaak bijna reactionair. Maar hij verbond aan zijn zeer conservatieve standpunten soms ook wel weer gekke vooruitstrevende standpunten. Dus hij vond bijvoorbeeld, naar onze maatstaven was hij een racist. In die tijd was hij dat eigenlijk niet, voor die tijd had hij betrekkelijk normale ideeën daarover. Maar verder had hij een enorme belangstelling voor de zwarte bevolking ter plekke. Maar hij had ook een grote belangstelling voor de witte bevolking, de boeren. En dat had weer echt met conservatisme te maken. Die boeren zag hij eigenlijk als Nederlanders. Stamverwanten, dat was het woord dat in die tijd af werd voor het gebruikt. En het Afrikaans, de taal van de boeren, noemde hij ook gewoon Hollands. En hij kwam met die mensen thuis. Hè. Hij reisde dus als jong persoon rond, eerst in Mozambique. Beleefde daar heel erg veel gekke avonturen. Kwam toen uiteindelijk in Zuidelijk Afrika terecht en belandde in de Oranje Vrijstaat. Een van die twee boerenrepublieken. En toen werd zijn hart een beetje gestolen door de boeren daar. En maar goed, die belangstelling die leidde erop toe dat hij werd gevraagd om consul te worden, later consul-generaal. Dat betekende vertegenwoordiger voor de Oranje Vrijstaat in Den Haag. Dus hij woonde in Den Haag, maar hij vertegenwoordigde de belangen van de Oranje Vrijstaat. En dat gebeurde nou net in de tijd dat de Tweede Boerenoorlog begon. Dus de oorlog tussen de boeren en de Engelsen. De Tweede Oorlog tussen de boeren en de Engelsen. Ja, en dat zorgde ervoor dat hij opeens ook zelf in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan. Die boeren die kregen ook de sympathie, niet alleen van Hendrik Muller, maar ook van andere mensen in Nederland. Dus dat was dus echt de ontwikkeling van die tijd. En zodoende werd hij opeens ja, zijn oorlog. Hij maakte zich sterk voor het bestaan van Oranje Vrijstaat. Die staat ging ten onder. Toen dat avontuur, als je het zo kan noemen, voorbij was, was hij net 40. Had nog 40 jaar te leven. Werd diplomaat in Nederlandse dienst. Hoe heeft hij de tweede lange helft van zijn leven eigenlijk bezien? Was dat nog zinvol of had hij eigenlijk het belangrijkste al gehad? Nou kijk, je weet natuurlijk nooit hoe lang je nog te leven hebt. Hè? Als je een bepaalde leeftijd hebt gehad. Dat geldt voor ons, maar dat geldt voor mensen in die tijd natuurlijk nog veel meer. Hè? Kijk, de gemiddelde leeftijd lag natuurlijk veel lager dan nu. Dus eigenlijk is alles weer een beetje ongewis. Maar er was een rusteloosheid in hem. Na die ondergang van de Oranje Vrijstaat begon hij weer te reizen. Had veel vrienden in diplomatieke kringen. Is een hele gekke interimperiode ook nog directeur geweest van een paar kampen waar Belgische vluchtelingen in zaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. En in die periode eigenlijk heeft hij ook contacten gelegd met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En zo kwam het dat hij na de Eerste Wereldoorlog diplomaat werd. Gezant heette dat toen, je zou nu zeggen ambassadeur. Eerst in Roemenië en vervolgens in Tsjechoslowakije. Ja, hij voelde dat toch als een beetje onbevredigend. Hij wilde wel zo'n soort leven leiden in het buitenland. Maar zowel Roemenië als Tsjechoslowakije stonden nou niet bekend als hele belangrijke, tot de verbeelding sprekende landen. Dus hij had eigenlijk gehoopt op Japan of Amerika, hè, dat soort landen. Dus echt, ja, tevreden was hij niet. Maar deed hij dat ook omdat hij eigenlijk zijn hele leven, schrijf je ook in je boek, hunkerde naar erkenning? En eerbewijzen? Ja, hij was een verzamelaar van decoraties. Er is een prachtige foto van hem, die staat ook ergens in mijn boek. Dat hij poseert met de president van Tsjechoslowakije. Dat was Thomas Masaryk en dat was een hele beroemde man in die tijd. Een beetje de Mandela van die tijd. Echt een groot vredestichter. En Masaryk zit daar dan in een eenvoudig donker kostuum. En naast hem zit, in die tijd is hij al behoorlijk op leeftijd, zit Hendrik Muller met een enorme tos. En die tos is helemaal behangen met medailles. En bovendien de steek van generaal van Heuts, die in Nederland ook nog een rolletje speelde als de pacificator van Atje, een gewelddadige man. Die steek heeft hij cadeau. Die steek ligt voor Masaryk op tafel. Je kunt Masaryk nauwelijks meer zien tussen al dat bombastisch uiterlijk vertoon van Muller. En dat typeert Muller eigenlijk wel. Het was een man die, ik moet zeggen, ik ben hem op een bepaalde manier wel gaan waarderen ook, op een bepaalde manier ook niet. Maar een zeldzame ijdelheid. En zo ijdel
ja, dat is eigenlijk nooit. De eerbewijzen zouden nooit genoeg kunnen zijn voor iemand zoals hij. De laatste jaren van zijn leven kwakkelde hij met zijn gezondheid. Hij is 81 geworden. Er staat iets intrigerends in de epiloog van het boek. Hij kocht in 1930, geloof ik, een grafkelder voor zichzelf met plaats voor 5 lijken. Terwijl hij een alleenstaand man was. Weliswaar een 2 vriendinnen had. Een wintervrouw en een zomervrouw, geloof ik. Maar goed, hij was alleen. Dat is raadselachtig, die grafkelder, terwijl het een alleengaande man was. Waarom heb je het gedaan, denk je? Het intrigerende van mijn vak, in dit geval het schrijven van biografieën, is dat je sommige raadsels niet zult oplossen. Ik zei net al, het was wel een enorm grote, dikke man, maar toch niet zo groot en dik dat je daar een grafkelder voor zoveel personen voor nodig had. Het was toen hij die kelder kocht, volgens mij ook behoorlijk duidelijk dat hij daar in zijn eentje zou liggen. Hij had inderdaad 2 maîtresses, maar hij heeft geen van beiden ooit de erkenning van een soort partnerschap gegeven. Dat was dan weer een van de gekke dingen. In zijn conservatieve milieu werd hij niet geacht om te hokken met 2 vrouwen, die hij ook nog meenam naar alle officiële diners. Hè? Dus dat was al een punt. Maar goed, toen hij dood ging, hij had een hele hoop geld, voornamelijk door zijn familie. Heeft hij wel voor gezorgd dat die vrouw wat geld kreeg. Maar het overgrote deel van zijn vermogen ging naar wat nu het Hendrik Mullers Vaderlandsfonds is. Hè. Dus ja, ook dat was eigenlijk wel duidelijk. Maar waarom hij die grafkelder kocht voor zichzelf, dat weet je niet. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Nee. Maar ja, raadsel. Dick van der Meulen, Hendrik Muller, de biografie, ligt in de boekhandel. Het is een uitgave van Querido. Dank voor dit gesprek. Ja, tot ziens.